Hij heeft gezongen in een boyband. Hij presenteert. Hij ziet er leuk uit. En hij kan ook je huis nog eens leuk inrichten. Nou, over wie heb ik het dan? Michiel de Zeeuw. Wat goed dat je er bent. Ja, heel leuk. En we gaan samen het Stedelijk Museum verkennen vandaag. Wat fijn. Daar is namelijk een tentoonstelling te zien van designgoeroe Marcel Wanders. Pint-up toont meubelen, lampen, behang en nog veel meer. Echt wat voor Michiel. Maar eerst wil ik nog wat meer over hemzelf weten. Want je hebt een hele afwisselende carrière, hè? Je hebt gezongen, geacteerd, enfin, alles gedaan. En nu kennen we je natuurlijk vooral ook van RTL Woon Magazine. Mm-hmm. Hoe ben je dan zo in de architectuurwereld verzeild geraakt? Ja, het grappige is, ik begrijp natuurlijk dat mensen dat denken, maar wonen was altijd om een passie. Dus ik wilde altijd al gewoon graag studeren voor interieurarchitect of iets anders. Ja. En toen kwam opeens dat zijstapje van acteren langs. En voordat ik het wist, zat ik in de soap. En zo ging dat hele balletje rollen. En natuurlijk heb ik dat gedaan, maar op een gegeven moment, na 3 jaar, dacht ik, volgens mij zit ik in het verkeerde vak, want ik vind het heel erg leuk, maar hier ga ik geen toekomst in hebben. Dus toen ben ik weer teruggegaan, ben ik weer gaan studeren. Onder andere bij Jan de Boevrie gaan werken om daar goed te leren wat hij allemaal doet. En wat heb jij nou specifiek van Jan de Boevrie geleerd? Ik denk wel, ja, dat is misschien een beetje clichématig, maar wel de kunst van het weglaten. Hij is heel helder. Hij zegt gewoon geen opsmuk, geen dingen die overbodig zijn. Kijk waar je zit, kijk waar je eet. En geen onzin eromheen verzinnen. Maar wat nou, als jij nou bij mij komt, ik kan niks weggooien. Nee. Want ik vind, alles heeft zijn eigen verhaal en heeft zijn eigen waarde en is daarom dan ook mooi. Ja, snap ik. Maar ik ben dol op mensen die collectioneren. Dus wat ik dan weer ga doen, is eigenlijk de juiste aandacht geven aan de spullen die jij misschien nu ergens in een garage hoog bovenop hebt staan. Dan zeggen van, oké, laten we er dan echt iets voor bedenken. Dat het ook echt een platform of een podium krijgt in je huis, dat je ervan kan genieten. Ik hoor het al, Michiel moet gewoon een keertje bij me langskomen. Maar we zijn natuurlijk hier in het Stedelijk voor het werk van Marcel Wanders. In the trumpet, there you go. Leuk. Ja. Ja, ik vind dit al leuk. Deels blauw, ja. Hij grijpt altijd wel terug hoor, naar klassieke dingen. Dat zie je ook aan deze lamp. Hij is zelfs van neobarok beticht. Toen dacht hij, nou dan maak ik deze lamp. En dit is eigenlijk geweldig. Heb je een nieuwbouwwoning, dan heb je toch een klassiek plafond. Het is toch fantastisch. Ja, ja, ja. Hij is een heel eclectisch iemand. En hij combineert natuurlijk gewoon lukraak het ene drukke behangetje na het andere. Waar wij al lang zouden zeggen van, oh doe dat niet. En dat is ook eigenlijk hetgeen wat Nederland überhaupt altijd verkeerd doet. Nederland is altijd bezig met voorzichtig te zijn. Altijd het bankje net eventjes kleiner, want dat is toch misschien beter. Ja, en toch maar net even veilig. Ik noem het altijd een toneelstuk. Je hebt een hoofdrolspelers en je hebt bijrollen. En wij willen alleen maar bijrollen. Want dat is toch veiliger, dat is toch fijn, hè? Gemeenedeler. Oh, ja. Ja. En ik vind juist, nee, laat het uitspringen. Hupsakee. Maar je kan ook kiezen, en dat doet Wanders dan, voor alleen maar hoofdrollen. Nou, precies. Dat is een beetje wat hier gebeurt, ja. Straks meer over het werk van Wanders. Maar eerst kunnen jullie kijken naar mooie koffietijdontmoetingen van deze week. Welkom terug bij Koffietijd op zaterdag. Vandaag vanuit het Stedelijk Museum in Amsterdam. Waar ik met Michiel de Zeeuw een tentoonstelling bezoek van een van de topontwerpers van Nederland en misschien wel van de wereld, Marcel Wanders. Wanders' werk is niet alleen gemaakt voor huizen van de Happy Few. Hij ontwerpt inmiddels ook voor hotels, een vliegtuigmaatschappij en winkelketens. Nou ja, hier zie je dat hij dus een winkel moest inrichten en daar heeft hij de paspoppen dus ook aangepakt. Eigenlijk een product dat je normaal maar zou bestellen. Wacht even, de paspoppen, deze ademt. En deze ademt, ja, maar er moest leven in de zaak worden gebracht. Dat was een van de wensen van de opdrachtgever. Als hij natuurlijk een jasje aan heeft en helemaal aangekleed, dan denk je doodeng. Ja. Dood? Dit is ook wel apart. Ja, de Beyoncé heeft hij. Oh ja? Ja. Ja, ik weet nou even niet, moeten we naar die lamp kijken? Groot. Heel beroemd ontwerp van hem, de Big Shade. Dit is allemaal uit schaal, hè? Maar dit kan je toch niet als normaal mens in je huis hebben? dan moet er een stoeltje wijken, denk ik. Of misschien de hele bank wel. Alles? Ja. De kamer? Ja, alles als liefde voor design, hè, dan. Op naar het zwarte gedeelte met veel Delfts blauw. En vind je die mooi? Die. Ja, ik vind dit dus prachtig. Kijk, serieus. Ja, ik zou het niet zo snel. Nou, ik zou het ook wel thuis ophangen. Ja, waarom niet? Weet je wat zo mooi is? Die samensmelting van dat oud en dat nieuw van hem. Dat lukt gewoon in mijn ogen de ene keer beter dan de andere keer. Het is too much. Maar de balans met dat oude Delfts blauw en dan toch weer zo'n klassieke interpretatie. Maar met allemaal grapjes en humor. Ja, ik hou daarvan. Wat ik nou weer heel leuk vind, is deze.
Ja. Ja, nee, ik snap. Weet je wat ik wel moet zeggen? Dit soort dingen hebben wel heel veel ruimte nodig in je huis. Als je dit, zoals de gemiddelde Nederlander, op zijn vensterbank zet, met daarnaast wel 3 planten en een aanzichtkaart en nog een weet ik veel wat, ja, dan komt het niet tot z'n recht. En wat vind je hier dan van? Dit is weer echt kristal. Dit is bijna oosters, hè, wordt dit. Oosters, ja. Het zou ook zo uit een James Bond film kunnen. Makkelijk. Het was een hele gedekte tafel. Helemaal nu met het Russische thema past het ook prima in. Maar ja, ik vind het prachtig. Weer die oude bokalen van vroeger weer terugbrengen. Hier met zo'n hele prachtige vaas, een boeket erin. Ja, en dit soort dingen zijn er weer hele moderne interpretaties. We zetten lekker alles achter elkaar. In plaats van de traditionele manier van tafeldekken. Dus dit is rode wijn, witte wijn, champagne bij wijze of water. Van spreken, zou en hier doen. Heb je je eten. Ja. Ja, het is dan weer anders. Kijken anders naar dingen. Nou ja, weer die schaalgrapjes, hè. Ja, ik ben daar een heel groot liefhebber van. Ja, dit is een soort, wat ze willen zeggen, een soort badkamersituatie. Ja, ik weet niet of het natuurlijk ergens terecht in een hotel staat, maar ik vind het geweldig. Het werkt altijd als je dingen vergroot. En ook weer nagedacht over de knopjes. Het zijn dan weer bloemetjes, wel kleine dingen. Dus ja, dat is echt industrieel ontwerpen van nu. Over alles denk je na.